Hey, goedemorgen. Het is weer zaterdag en leuk dat je kijkt naar onze weekendvlog weer. Het zonnetje gaat schijnen, alles is al wakker, beneden muziek staat aan, chaos. Dus ik ga mijn medicijnen nemen en mijn dingen doen en let's go. Hey Jut en Jul, gaan weer de hort op. Toch Jut? Het is 8,5 graden. Het valt mee. Let's go. Zo, ondertussen is het 11:45. Ah, even lekker mijn huisje gedaan. En even de was gedaan. En dan zitten we een nieuwe was aan te komen. Blijven wassen, blijven wassen. Even de moestuintje verzorgd. Ik ga zo mijn lunch maken of zo. Het is echt zo'n saaie dag, man. Ik heb echt kloten te doen. Maar... ja, goed, het is ook wel een keertje lekker, toch? Ja. Het is ook niet echt top weer. Dus ja, naar de voetbal gingen we niet, want het is in Vlaardingen, dus een beetje ver. Dus dat redde ik niet. Dus ik zal dadelijk even de weekmuziek doornemen. Ik ga het eerst even mijn lunch maken. En ik heb niet mijn oorbellen. Mijn Louis Vuitton. Ah, eindelijk. Dus, maar goed, ik... eten. En we gaan weer lunchen. En Grompie en Grompie zitten weer op de bank. Ja. Ik krijg 60 toen jij mag. Hè? Ik krijg 60 toen jij. Nou, en dat maakt het niet uit. Het zijn allemaal jong geweest. Dus. Het is echt wat ik al eerder zei: een luie druidrag. Shit, zaterdag. Zondag wou ik zeggen hoor. Ja. Dus we zitten op de bank. We hebben net even Snapchat filters gedaan. Gewoon puur uit verveling was ze dan. Vind ik altijd wel leuk. Eén keer per dag of zo even die Snapchat filters bekijken. Ik ken ook nooit een normale backtrack ook, hè. Je hele back staat of zo gewoon. Dus. Ik heb wasje net droog gedaan. Ik zal even de week doornemen. Dus je bloed geprikt van de week en het viel mee. Op een paar kleine puntjes na. Maar ja, ik vraag me af, weet je wel, waar komt die fucking pijn vandaan? Moet toch leuk blijven? Hè? Moet toch leuk blijven? Leuk blijven, hoe bedoel je? Met ook die gezichten trekken. Oh ja. Dus ja, maar dat zijn gewoon die maag en die darmen die gewoon nog steeds fucked up zijn en steeds meer naar de kloten gaan. Maar goed. Dus ja, ik heb dinsdag heb ik telefonische evaluatie met mijn arts. En dan zien we wel. Gaan we even kijken wat we nu weer kunnen gaan doen. Ik ben het. Kruipen een beetje zat aan het worden. Ja. Dus. Maar goed. Is dat nou ook in die box? We hebben een boze box. Boze. Boos. Boze. Sound. Box. Weet ik voor wat. We moeten gaan reviewen. Een minuut. Checken. Hi. Laat leven eigenlijk. Wat zegt u? 2:30. Ik wil zon. Waarvoor? Omdat ik het koud heb. Is een kachel aan? Is dat lang? Kachel aan gezet. Kan gewoon. Het is nog steeds koud hier. Ja, het is nog steeds koud, ja. Dus ik ga daar maar even in de keuken in, ga ik mijn balletjes schak maken en alles toch opzetten. Het is weer zaterdag, dus iedereen eet weer gespreid, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Dat komt goed. Dus ja, het wordt echt een vlog van lik mijn kut. Oh, piep. Christen, heb je aandacht nodig, schat?
Nee, ik wil vast doei zeggen. Doei? Waarvoor? Nou, als je weer weg gaat klikken, dat is... Oh, ja, maar je kan al zo vaak doei zeggen vandaag. Waarvoor? Ja, ik ben nog niet klaar met vloggen. Wacht niet. We hebben wel lekker vakantie. Hé, we zijn twee dingen met oorbellen. Ja. Lekker twee weken vakantie. Oh. Dat is wel lekker. Nee. Nee? Waarom niet? Ik weet het niet. We zullen ons elke keer vervelen. Vervelen, ja, maar we kunnen toch wat gaan doen. Dus Koningsdag. Het gaat letterlijk regenen. Kermis. Ja, het wordt echt shit weer gewoon. Dat is wel balen. Yes. Regenen vind ik altijd leuk. En morgen gaan we even naar de nieuwe Hornbach hier, als die open is. Ja, jij? Nee, met z'n allen. Wat gaan we daar doen? Kijken, ik ben gek op doe-het-zelf winkels. En vooral de Hornbach. Kom altijd wel weer met dat thuis. Ja, dus... ik wil een... Oh, ik moet sowieso een behanglijm hebben, want ik heb het aan Geertje gevraagd. En je kan die glitter mengen met behanglijm en dan eroverheen. Die zwarte muur daar. Ik weet niet, maar wat hebben ze al? Die. Die is wel leuk zwart en zo, maar... mis wat. Dus ik heb nog alle potten glitter hier staan. Dat ga ik dan mengen met lijm. Eroverheen. Nee, met glimmuur. Ja, waarom niet? Op mijn andere bank zitten ook glinstertjes in. Huh? Dus, ja. Wat heb je eigenlijk allemaal te koop bij de Hornbach? Wat heb je te koop bij de Hornbach? Alles. Net als de Praxis en de Karwei. Dus ook stoeltjes zo. Ja, maar ook leuke prulletjes en accessoires en zo. Kaarsen. Ja. Dus. Maar goed, ik zie jullie dadelijk. Curry mayonaise en gewone chips. Top combi. En we eten lekker een broodje bal. En we hebben een slagveld. Na het eten. Heb ik gedaan? Ja. Ik eet altijd heel netjes. Ja, ik vind het niet echt netjes. Nee? Ik eet altijd heel netjes. Nee, Loekie is vet. Dus, maar we hebben gegeten. Ik eet even mijn toetje. Gegeten, nou ze danste net als een muis hier te Tokio. Ja, dat was Lady Gaga bij Pokerface. Nu hebben we gewoon even een brainwave dan. Gewoon even vragen. Wat een jaar. Ik heb er nog vijf liggen. Ik dacht vanmiddag vanmorgen van, oh, ik moet mayonaise meenemen. Dan kom ik met 6, 7 tubes thuis. Dus mijn... Ja, bij mij is neus maar geen geluid. Dus. Jawel. Maar nou heb ik highlight op mijn vinger zitten. Ah, ga nog even terug. Okay, dus, hier. Oké. Okay. Zo, jongens, mijn gezicht ziet er fantastisch uit. Vandaag gewoon niet. Ik denk dat zei ik. Oké, dit is wel een goed beeld. Even chroma? Nee, die chroma vind ik wel geluk. We zijn er niet van de chroma, maar van de roomboter. Wanneer jullie mogen. Oh. Wat zit je te doen dan? Ik gebruik nooit meer een krulwimper. Nee, ik ben een stuk kwijt. Ja, hier. Ik ben het gewoon letterlijk kwijt. Dat heb ik ook wel eens gehad, dat is gewoon hele plukken wimpers kwijt. Krijg je het nog wel terug? Nou. Fuck. Oh. Oh. Schokker, kijk, want hier zit een heel stuk weg. Komt, ik doe gewoon heel rustig. Dat ding breekt af. Ga ik je nepwimpers op doen? Je moet die kleintjes die ik had laten zien, die moet je eens keer kopen. Die ja, maar die moet je ertussen zetten. Dat is gepriegel, man. Jawel. Zo. Oh, mijn hoofd is hier echt rood op, hoor. Kijk. Ah, oh, dat is beter. Kijk er nog uit. We gaan even een toetje eten. Peace out. Koffie. Nee, is van mama. Ja. Als iemand nog kleding hebt, 50 euro. Ja. Kijk, mama heeft kapot. Ja, er zit denk ik nog wat in. Maar dit stapeltje, dat stapeltje, dit stapeltje, dat stapeltje. Ah, nog een leuk t-shirtje. Nog een leuk t-shirtje. Wauw, what the fuck.
Ik ben dat wel een onderbroek. Oké, sorry. Dit stapeltje, dit stapeltje, dit stapeltje, dit stapeltje. En dan dat stapeltje. En ze is nou nog kleding aan het uitzoeken. Hè? Hè? Dit zijn mijn topjes. Wauw, voor het eerst dat ik die nog zie. Hé, hey, ik heb één zo'n topje in de roze. Die zit strak, jongen. Jezus. En ik heb ook nog zo'n t-shirt aan. Wacht even. Laat ik het even zien. Ze gaf mij ook nog net zo'n t-shirt met zo'n... Even kijken. Tagel of zo. Het is meer een sport t-shirtje. Maar ik vind het echt wel zo leuk staan. Maar deze broek. En je had daar ook nog... Wacht even. Deze. Maar daar van mijn moeder mijn auto in lijkt. Dus die gaan we weggooien. Dus... Daar zit ook nog spullen. Ik meen het. Ze heeft meer kleding dan mij. En dit is de huidige status. Dat zijn mijn truien. Dat zijn een soort ja, truitjes met lange mouwen. Dit zijn ook allemaal truitjes met lange mouwen. Dit en dit zijn mijn t-shirtjes. En dat zijn mijn topjes. En dat zijn mijn kooltruien. Maar fijn, dus ik hoef dus niet te zeggen van ik heb geen kleren en zeker geen topjes. En dan hoef je dus echt niet meer mee aan te komen, want ik denk dat mijn hersens ingeslagen worden. Voor mij is het zo makkelijk. En dan ligt er nog de onderkant van de kast. Maar dat zijn allemaal broeken en zo, trainingsbroeken. Dus ze zijn lekker bezig. De kast is opgeruimd. Zo, en we gaan afsluiten. Want het is gewoon... Zijvloggie. Ja. Maar het komt dat we gewoon niks te doen hadden. En ja, je ziet mijn softbox. En je ziet mijn t-shirt van de achterkant. Ik heb mijn softbox weer gevonden. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Alleen, daar zit geen lamp in. Nee, dat is mijn parapluutje. Daar moet ik nog even een lampje voor zoeken. Dus, maar nou in ieder geval een beetje fatsoenlijk licht. Nou, nogmaals, we hebben niet veel gedaan. We hadden geen zin om te koken, te bakkerellen, niks. Nou, misschien ga ik nog in de vakantie wel eens pakken. Ja, misschien maken we in de vakantie nog een extra vlogdagje. Kan wanden, hè? Ja. Ik heb wel een man. Ik wilde mijn nagels lakken, maar ik zag al dat ze gingen splijten. Dus dat heb totaal geen zin. Dus. Maar goed, wij gaan nog even lekker aanrommelen in huis. En ik ga het zo lekker mijn make-upje eraf halen. En dan lekker mijn nest in. Morgen hebben we ook niet echt veel te doen. Jullie gaan gewoon naar de Hornbach? Ja, als de Hornbach open is. Even naar de Hornbach, kijken of die open is. En ja, standaard shit. Boodschappen. Oh, misschien kunnen we morgen wel wat lekkers maken. Dan als ik zin heb. Ja, als we zin hebben. Dus. Nou, voor het leuk, het saaie vlogging, duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. Ik schreef van doe een blauw duimpje omhoog. Ja. Hey, bedankt voor het kijken en we zien jullie morgen. Doei!